Welkom, we gaan kijken naar de vraag 12 van bladzijde 149 van het 5 Atheneum boek. Vraag 12 op bladzijde 149 gaat over Brome dat op twee verschillende manieren reageert met Tio. Bij vraag 12a worden de beide reacties gevraagd. De halfreactie van Brome is in beide reacties gelijk, maar die van Tio was verschillend. Die beide halfreacties waren gegeven. Dit is halfreactie 1 en dit is halfreactie 2 uit het boek. Nou, halfreactie 1, je ziet hier twee elektronen staan, twee elektronen. Dus die vermenigvuldigingsfactoren zijn 1 op 1. Je telt ze bij elkaar op en dan vind je dit als eindresultaat. En bij halfreactie 2 zie je dat hier ook nog water meedoet aan die halfreactie en worden de sulfaatjonen gevormd. Nou, prima. Het enige wat je hier moet doen is even die vermenigvuldigingsfactoren in de gaten houden. Dit wordt dus keer 4, om er ook 8 elektronen te krijgen. Je telt het op. En zo kom je op je twee reactievergelijkingen uit. Nou, beide halfreacties vinden met Brome plaats. Ik heb hier nog even de beide totaalreacties neergeschreven. En de vraag in dit vraagstuk is eigenlijk hoeveel procent, of ja, hoeveel reageert er volgens reactie 1 en hoeveel reageert er volgens reactie 2? En een leerling, Aisha, gaat een titratie uitvoeren waarbij ze probeert antwoord te geven op deze vraag. Zij gebruikt een overmaat natrium thiosulfaat van 0,188 millimol. Dat voegt zij toe aan een broomoplossing waarin 0,12 millimol broom is opgelost. Alle broom wordt dan omgezet door de thiosulfaat volgens beide reacties. En er blijft na afloop nog thiosulfaat over. En die hoeveelheid thiosulfaat die overblijft, die titreert ze met een jodoplossing. En dan blijkt er voor deze jodoplossing 0,0458 keer 10 tot de min derde mol jod nodig te zijn. Op dat moment, wanneer deze reactie plaatsvindt, en dat was gegeven, is dan alle thio hier op het pop. En met behulp van dit gegeven kan zij een uitspraak doen over het aantal mol thiosulfaat dat met reactie 1 heeft gereageerd, of volgens reactie 1, en het aantal mol thiosulfaat dat volgens reactie 2 heeft gereageerd. We gaan nu echt naar de beantwoording van vraag B toe. Bereken het aantal millimol thiosulfaat dat met Brome heeft gereageerd. Dit was de titratie. En van die titratie weten we dus dat er 0,0458 millimol, dus 0,0458 keer 10 tot de min derde mol, jod heeft gereageerd met het thiosulfaat dat over was. Nou, molverhouding is 2 op 1, dus het aantal mol thio dat over was, was 9,16 keer 10 tot de min vijfde mol. Aha. Dit was over en we weten ook waarmee we waren begonnen. Want we waren begonnen met 0,188 keer 10 tot de min derde mol thiosulfaat. Nou, als dit is wat er over is, dan heeft het verschil gereageerd met Brome. En dat zie je hier staan. En dat verschil is dus 9,64 keer 10 tot de min vijfde mol thiosulfaat. En dat heeft gereageerd met Brome op die twee verschillende manieren. We gaan alweer naar de laatste vraag toe. Bij de laatste vraag moeten we door een berekening aantonen dat er 0,075 millimol thiosulfaat met Brome heeft gereageerd volgens reactie 1. We weten uit de vorige vraag dat er 9,64 keer 10 tot de min vijfde mol thiosulfaat met Brome heeft gereageerd. En dat reageerde dus volgens reactie 1 en 2. Als nu volgens de tip van het boek x-mol thiosulfaat reageert volgens reactie 1... Nou, dan is dus 9,64 keer 10 tot de min vijfde min x-mol, die andere hoeveelheid, reageert dan volgens reactie 2. Twee mogelijkheden zijn er dus. Laten we even kijken naar de twee reacties. Eerste reactie. Het aantal mol thiosulfaat stellen we hier dus op x, dat reageert volgens reactie 1. Dan is daar de hoeveelheid Brome dat daar verbruikt wordt, verhouding 2 op 1, dus x staat tot een half x. Een half x mol Brome reageert volgens reactie 1. Hoe zit het met die andere reactie? Daar is de molverhouding tussen thio en Brome 1 staat tot 4. En het aantal mol thiosulfaten dat hier heeft gereageerd,
Dat is die 9,64 maal 10 tot de min 5e min x. Vul ik hierin 9,64 maal 10 tot de min 5e min x. Dus molverhouding 1 op 4. 4 keer zoveel mol brom is hiervoor nodig. Aha. Alle brom was omgezet, zo lazen we ook in de opgave. En we weten de hoeveelheid brom die is omgezet, want die was 0,120 millimol. En ik hoop dat je nu al aanvoelt komen. Dit is de totale hoeveelheid brom die heeft gereageerd. En dat is dus de som van die en die. Ik zet ze hier nog even op een rijtje. En het totaal aantal mol brom dat heeft gereageerd is dus de som van die en die. En die stel ik gelijk aan die 0,120 millimol, dus 0,120 maal 10 tot de min derde. Dit is gewoon maal en dat is maal en dit is mijn x, klein beetje ongelukkig, maar ik denk dat je het wel ziet. We gaan hem uitrekenen, één vergelijking met één onbekende. X kom ik uit op 7,59 keer 10 tot de min 5e mol. En dat komt nagenoeg overeen met die 0,075 millimol. Klein foutje in het boek, maar het is prima zo. Ik hoop dat je het begrepen hebt. Bedankt.